Na afloop van PSV FC Groningen staat Marcus Berg de Zweedse pers te woord. De oudspits van FC Groningen speelde niet mee omdat hij geschorst is. Ja, het is nooit leuk om zijn eigen ploeg te kijken. Je wil liever op het veld staan, maar ja, nu is de situatie als dit en dan moet je je teamgenoten steunen en alles doen op de zijde. Het was voor Berg een aparte ervaring om zijn huidige club in actie te zien tegen zijn oude club. Moeilijk natuurlijk. Ik heb 2 fantastische jaar bij Groningen gespeeld. Maar ja, nu ben ik bij PSV en ik wil alles voor PSV doen. En ik hoop natuurlijk dat wij winnen, ook tegen Groningen. En ja, we spelen thuis en dan moeten we winnen. Ja, met mij gaat het op zich goed. Ik zat vandaag weer bij de selectie, net als afgelopen woensdag tegen Sparta. Dus in dat opzicht gaat het goed. Alleen we hebben vandaag 2 punten verloren, want ik denk dat we gewoon de bovenliggende partij waren. Dus dat op zich gaat het wat minder. Pieters. Buitens helemaal vrij. En dan eindelijk toch de tweede. Weg op Nijland. Ja, daar is Nijland nou. In augustus raakte Nijland geblesseerd aan zijn voet. Het herstel duurde bijna 1,5 maand, maar nu lijkt Nijland op de weg terug. Zeker nadat hij als invaller vorige week scoorde in de bekerwedstrijd tegen Sparta. Ik heb een lange blessure gehad en ben 5 weken eruit geweest. Nou, 2 weken fit en dan vervolgens mag je invallen en scoren. En dat geeft dan een goed gevoel en hoop je dat dat vandaag een vervolg eraan kan geven. En dat gebeurt dan helaas niet, maar we kijken gewoon naar voren. We hebben heel veel wedstrijden op programma staan. Ze spelen donderdag weer voor de Europa League en dan zondag weer thuis tegen VVV. Dus er komen nog genoeg wedstrijden aan. Nijland gelooft in zijn 3e seizoen PSV nog steeds in zijn kansen. Aangezien trainer Fred Rutten het in hem ziet zitten. We hebben in de voorbereiding aangegeven, was hij heel tevreden. En was ook geen sprake van dat ik eventueel naar een andere club zou gaan. Dus ja, dan komt op een blessure op een vervelend moment. Maar in dit geval wel heel extreem, omdat het het begin van de competitie is. Alleen hij is positief. En dat laat je ook blijken door me in te laten vallen en me bij de selectie te pakken nu. Dus ik hoop dat ik, dat ik hem nog meer kan verbazen in de komende weken. En dat wil je ook eens een keer in de basis zien? Ja, natuurlijk. Dat zou het mooiste zijn, ja. Een paar weken geleden scoorde Marcus Berg nog 2 keer tegen AZ. Juist tegen FC Groningen miste PSV een scorende speler. Ja, ik denk dat wij waren de betere ploeg waren. Maar ja, als je gaat winnen, dan moet je meer doelpunten scoren. Dat hebben we niet gedaan vandaag. Groningen heeft een echt goede kans en dan hebben ze scoren in de laatste minuut. En dat was, ja, zo is voetbal.